Nieuwe fiets? Nee. Heel erg gebruikte, maar heel erg goed beschermde fiets. We zijn hier bij Bicycle Armor en hier naast me staat Roel. Roel, wat hebben jullie met deze fiets gedaan? We hebben deze kremes gecoat met een 9H coating. Sommige mensen noemen het nanocoating of een glascoating. Het is keramiek, begreep ik. Wat heb je er dan? Wij brengen deze laag aan en die blijft 10 jaar erop liggen. En die is 3 keer zo hard als die verflaag. Dus je hebt minder snel krassen? Klopt, minder snel krassen. Het kan nog wel krassen als je valt of als je een zware steenslag hebt, maar het beschermt echt wel zeer goed. Ja, niks is perfect natuurlijk. En het klinkt als een goed plan. Je zegt 10 jaar gaat het mee. Kost zoiets? €200 voor de 5-jarige coating en €275 voor de 10-jarige coating. Dus je hebt een wat simpele behandeling voor 5 jaar en deze voor 10 jaar. En flik je dan gewoon in een badje met dat spul of hoe doen jullie dat ongeveer? Wij brengen het aan op de gespecialiseerde fietsenwinkel of installateur, want het is toch wel een redelijk complex proces dat heel nauwkeurig moet aangebracht worden. Waar kan ik dat laten doen in Nederland? Wij zijn hier voor de eerste maal in Europa, dus wij zoeken nog volop fietsenwinkels dat geïnteresseerd zijn. Alle producten worden in Amerika gemaakt en daar is het al een succes. Er komen dus plekken in Nederland waar je het kan laten doen. Hoe lang zijn ze nou met deze fiets bezig geweest? Ongeveer 2 uur, 2 uur en een half zijn we bezig met een fiets. Beste verkoopargument? Vooral de bescherming. De bescherming voor 10 jaar. Het is zo gemakkelijk om je fiets te kassen. Je moet hem maar gewoon afspoelen en is proper. En beschermt tegen UV, zout, zweet, insecten en al die andere dingen. Je had mij al bij minder poetsen. Goed idee volgens mij. Nou, dankjewel. Top.